Zo, dat is wel genoeg suiker. Nu meng je de suiker met de boter. Klop je de eieren los en dan doe je ze beetje bij beetje bij het suiker- en botermengsel. Rustig, Sue. Als je ze er te snel bij doet, krijg je klontjes in je beslag. En nu, oma? Nu pakken we bloem en een zeef. Hou de zeef boven de schaal en schud de bloem er voorzichtig doorheen. Ik roer wel. Zo, dat ziet er perfect uit. Huh? Het ziet er niet echt uit als een taart. Dat komt nog. Nu gaan we het beslag in twee bakvormen doen. Goed zo. Elke vorm krijgt evenveel. Hoe gaat het met de taart? Hij is erg klef op dit moment. Zo, ze zijn klaar over zo'n half uurtje. En terwijl we wachten, maak ik een kaart voor mam. Die van mij is bijna klaar. Kijk. Oh nee, hoe kan dat? Huh? Oh, Pok. Maar er is nog tijd om een nieuwe te maken. En dit keer, Pok, mag je niets helpen. Oh ja, 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 die zijn wel klaar, denk ik. Ben je al klaar met je kaart, Sue? Jep, oma. Hoe vindt u hem? Och, hij is schitterend, Sue. Daar zou mama vast heel blij mee zijn. Die van mij is ook klaar. Oh, wat kunnen jullie goed tekenen. Ik ga gauw weer naar huis. Ik wil mijn man de kaart geven. Bedankt voor alle hulp. Tot vanmiddag, Elsie. Dag, bewaar mijn taart voor mij. Oké, Sue. Nu gaan we de taart glaceren en hem versieren. Ja! Zo. Dat is een prachtige taart, Sue. Bedankt voor uw hulp, oma.